dat je kijkt naar een nieuwe video. Dit is even een korte intro om toe te lichten wat er zo meteen volgt. Dat is iets wat ik echt heel erg gaaf vind hoe het is geworden. Het is een documentaire gemaakt door een groepje studenten uit Groningen. Volgens mij aan de hogeschool. In ieder geval, ze studeren communicatie. En nou, ik heb zelf ook communicatie gestudeerd. Dus dat vond ik al meteen heel erg leuk. Maar vooral het onderwerp waar zij hun minor over deden. Zij hebben een documentaire gemaakt, Reflectie heet dat. Zij wilden eigenlijk in kaart brengen hoe men aankijkt tegen plastic chirurgie. Wat dat doet met je zelfbeeld. Hoe mensen over zichzelf denken. Dus vandaar ook de naam van de documentaire Reflectie. Zij zochten iemand die zijn of haar verhaal wilde doen. Kwamen via mijn vlog en blogartikel over mijn liquid nose jobs kwamen zij bij mij uit. Dus ze dachten, nou, het is dan geen operatie, maar het is wel een cosmetische ingreep. Ze waren echt benieuwd of ik daar aan mee wilde werken door op beeld mijn verhaal te doen. En ze hadden wel meteen verteld, we hebben ook een arts die aan het woord komt. We hebben ook voorbijgangers gevraagd. En eigenlijk door het gesprek wat ik met haar had, met een van die studenten, dacht ik al meteen, wow, volgens mij gaat ze het super professioneel aanpakken. En ik vind dit onderwerp natuurlijk helemaal boeiend. En ik vind ook dat veel meer mensen hier gewoon vanaf moeten weten, hier openlijk over moeten kunnen praten, dat het taboe eraf gaat. Dus ik was helemaal voor dat zij deze documentaire wilden maken. En ik had al meteen het idee, volgens mij gaan ze het gewoon heel professioneel aanpakken. Dus het lijkt me heel erg gaaf om hier mee te werken. We hebben 2 draaidagen gehad. En ze kwamen inderdaad met de hele opstelling aan camera's en geluidsapparatuur en lichten. En ik dacht, nou, dit moet wel heel erg vet worden. Die docu hebben ze gepresenteerd op hun school. En nou ja, in principe blijft het daarbij. Maar ik dacht, ik vind dit zo gaaf geworden. En het is zo professioneel gedaan. Dat ik heb gevraagd, joh, mag ik dit delen op mijn blog? En uiteraard ook op YouTube. Want ja, dit moet gewoon iedereen zien. Dit had gewoon op je land moeten staan, punt. Ik ben zelf super blij met hoe het is geworden. Ik vind het echt heel erg gaaf hoe ze dit onderwerp onder de aandacht hebben gebracht. Dus wat je zo meteen gaat zien is een documentaire van studenten uit Groningen. Alle credits hiervoor gaan naar hun. Ik zet ook eventjes de credits in de omschrijving. Dus ik zou zeggen, ga kijken en ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Ik ben Malou, ik ben 29 jaar en ik kom uit Utrecht. Ik werk als webmaster bij een grote zorgorganisatie en in mijn vrije tijd heb ik eigen blog en YouTube kanaal. Heet allebei Bless Magazine en daar schrijf ik over beauty, life, entertainment en style gerelateerde onderwerpen. Ik begon het eigenlijk als modeblog omdat ik zelf wat kleren maakte. En uiteindelijk ben ik dat gaan uitbreiden met een beetje beauty en lifestyle gerelateerde onderwerpen. Uiteindelijk ook fillers en schrijven over plastic chirurgie. Omdat ik dacht, daar wordt gewoon veel te weinig over geschreven. En ik zag mijn kans eigenlijk wel om daar dan over te gaan schrijven. En dat is gewoon een soort van uit de hand gelopen hobby gebleven. Hoe vaak per dag kijk ik naar mezelf in de spiegel? Goeie vraag. Ik denk 4 keer. Ik denk dat ik per dag 20 keer in de spiegel kijk. Redelijk vaak, maar niet bewust of dat ik het zelf expres wil gaan doen. Dus ik denk, dat is nog 20 keer per dag. Probably 3 or 4 times. Het mooiste als ik in de spiegel kijk, vind ik... Misschien mijn ogen. Ik denk dat ik mijn jukbeenderen het mooiste aan mezelf vind. Wat vind ik het mooiste als ik in de spiegel kijk?
Het eindresultaat. Dus hoe je er eigenlijk uitziet en hoe je de dag begint. Ik vind wel dat het schoonheid van binnenuit komt, maar ik geloof wel dat als jij zelf vindt dat je er aan de buitenkant gewoon goed uitziet, dat je dat dan ook uitstraalt. Schoonheid, dat betekent hoe je, wat je daden zijn in de wereld. Wat je daden zijn die je hebt gedaan in de tijd dat je naar school ging, met je vrienden, met je familie. En natuurlijk dat je verzorgd uitziet, dat je niet hangende ogen hebt steeds, overal littekens. Ja, dat is schoonheid. It's a hard question, I guess, but again, I think it comes down to being happy and being comfortable in your own skin. I think that's what matters most, and I think anybody who really embodies that kind of brings the beauty out in themselves. Ik denk, ik hou van een natuurlijk gezicht. Ik hou niet zo van schoonheid dat je dan per se de perfecte wenkbrauw moet hebben of per se het perfecte dunne neusje. Maar meer dat je tevreden bent met jezelf, of een leuke uitstraling hebt. Ik denk dat voor mij echt schoonheid is. Ik denk wel dat het ideaalbeeld, het beautybeeld, steeds meer verandert. Dus bijvoorbeeld vroeger was dat je zo dun mogelijk moest zijn. En nu zie je steeds meer dat mensen vormen willen hebben. Maar ook hele opgevulde lippen en kleine, mooie neusjes. Dus en dat denk ik zeker wel dat mensen heel erg beïnvloedt. Vooral door social media, wat natuurlijk, hè, influencers die daar een heel grote rol in spelen. En ik denk dat het mij ook nog steeds wel beïnvloedt. Alleen ik laat het me niet meer zodanig beïnvloeden dat ik echt een keuze wil maken van ik wil daar nog meer mee doen. Dus ik probeer het wel, het mag me wel beïnvloeden, maar niet te erg. En ik denk ook dat een beetje het gevaar is voor bijvoorbeeld jongere meiden vandaag de dag. Van prima als je dat mooi vindt en dat je daarnaar kijkt, maar laat het je niet zodanig beïnvloeden dat je van alles aan jezelf wilt gaan veranderen. Hoe voel ik er me bij als ik in de spiegel kijk? Ja, dat verschilt ook per moment op de dag. Als ik naar mezelf kijk, voel ik me over het algemeen wel prima. Altijd blij. Ja. Nou jeetje, wat een hoofd zie ik daar weer voor me. Maar als ik in de spiegel kijk, voel ik me altijd wel tevreden met mezelf. Ik ben zeker wel onzeker. Vooral als ik niks in mijn uiterlijk zou doen. Er zijn ook tijden geweest dat ik dacht, nou, ik ga gewoon zonder make-up en in mijn joggingbroek de deur uit. Maar ik merkte eigenlijk dat ik me dan ook niet helemaal op mijn gemak voelde. Dus ik weet wel, als ik iets in mijn uiterlijk doe en gewoon zorg dat ik er netjes uitzie, dan voel ik me wel veel beter eigenlijk. Ben ik wel eens onzeker? Nee. Ik ben altijd blij met hoe ik ben en wat ik doe en wie ik ben en hoe ik eruit zie. Ik ben wel eens onzeker geweest over mijn uiterlijk, ja. Sometimes. I think everyone is. And I think again, that's okay, because it's part of the human experience. Ja, iedereen is denk ik wel onzeker als ze in de spiegel kijken. De ene dag zie je er soms wat beter uit dan de andere. Dan ben ik onzeker over mijn wenkbrauwen, als ik die niet heb gedaan. En over mijn wipneusje af en toe. Ja, dan ga je twijfelen aan jezelf. En dan ga je er wat aan doen. Toen ik 14 was, toen ben ik best wel ongelukkig te val gekomen met mijn neus op een houten bankje. En toen hadden we al het vermoeden dat mijn neus gebroken was. Maar ja, dat wisten we niet zeker, want het was in het buitenland. Dus we zijn toen niet naar een huisarts of zo gegaan. Maar toen, een paar weken later, was mijn neus scheef en zat er een bobbel op. En toen hadden we wel zoiets van, ja, volgens mij is dat gewoon een gebroken neus. En daar werd ik best wel gauw mee gepest op de middelbare school. En dat maakte me heel erg onzeker. Ja, ik weet nog wel goed, het was met een schoolreisje naar Rome en dat er heel veel foto's gemaakt werden door van alles en iedereen. Dat ik eigenlijk heel vaak dacht van ja, doe maar niet foto's maken als ik het niet zie, want er zal maar iemand zijn die een foto maakt van de zijkant. In dat opzicht was ik toen ook wel heel erg bezig met
dat ik niet op de foto's wilde en dat ik me gewoon heel onzeker maakte als ik niet wetend op een foto stond. Nou, ik plak hem ten eerste op mijn voorhoofd. Omdat ik gewoon vind dat ik een te groot voorhoofd heb. Dan ook bij mijn kin. Omdat ik steeds meer en meer zie dat ik een onderkin begin te krijgen. En dat vind ik toch wel heel jammer. Mijn buik sowieso. Ik wil gewoon een plattere buik. Had ik ooit. En dat wil ik ook weer terugkrijgen. De binnenkant van mijn dijbenen. Het schuurt gewoon soms in de zomer en dat vind ik gewoon irritant. Dus daar wil ik zeker nog wel wat aan doen. En ik weet niet hoe het uit te leggen, maar een soort van je okselvetjes of zo. Die vind ik ook heel storend. Vooral als ik in de kine loop of in mijn BH sta of zo. Ja, dat vind ik heel irritant. En dan nog mijn neus even erbij. Ik denk dat dat de plekken zijn waar ik direct zou zeggen, daar stoor ik me het meest aan als ik naar mezelf kijk. Ik hoef het nergens op te plakken. Als ik kijk naar deze foto, dit is een foto van mij met mijn zus. We zijn ook tweeling en ik kijk dan heel erg naar hoe haar neus is en hoe mijn neus is. En bij haar denk ik echt, gewoon zoals die moet zijn, gewoon perfect. En dat wilde ik ook. En ik vind ook zelf dat het hier best wel erg duidelijk is waar mijn probleem eigenlijk zat. Dus als ik dit zo zie, dan realiseer ik me weer van, toen was ik wel echt heel onzeker. En het maakte me gewoon echt wel ongelukkig. En de andere foto, deze foto, die staat me ook heel erg bij, omdat ik hier volgens mij mijn neus had bewerkt zelfs. Omdat ik dacht van het kan gewoon echt niet dat het er zo uitziet. En voordat hij op volgens mij Facebook of zo verscheen, heb ik mijn neus een klein beetje bewerkt. En achteraf denk ik van hartstikke zonde dat ik dat heb gedaan. Maar zo diep zat die onzekerheid toen dus wel echt. Ja, waar stopt dat dan? Dus je kan jezelf daarmee helemaal kapot maken. Maar je kan ook proberen om te bedenken van waar ben je wel trots op? En wat kun je wel goed? Of wat vind je wel leuk aan jezelf? En daarop focussen, dus het positieve eigenlijk daaruit halen. Want ik denk wel dat het een soort mentale strijd zou kunnen worden voor sommige mensen, ook wanneer het op uiterlijk aankomt, waar je dan zelf niet uitkomt. Dus als mensen zelf het idee hebben van, dat gaat me niet lukken, dat je dan ook echt wel hulp moet kunnen vragen. Of dat nou bij familie of vrienden of echt professionele hulp is, dat weet ik dan niet. Maar dat je wel gewoon om hulp durft te vragen en het er met mensen over kunt hebben. En dat anderen je misschien ook kunnen helpen om in te laten zien dat je helemaal niet zo negatief over jezelf hoeft te zijn. Ik was mezelf eigenlijk überhaupt niet bewust van dat mijn neus zo krom was. Dat was meer dat anderen gingen zeggen van, jongens op de middelbare school, die noemden mij dan de neus. En toen dacht ik eerst, waarom doen ze dat nou? En later pas realiseerde ik van, mijn neus eigenlijk in één keer heel krom gaan staan. Dus toen dacht ik wel van, dat was eerst niet zo en dat wil ik nu ook gewoon niet. Dus ik wil daar iets aan laten doen. Dat begon eigenlijk toen pas. Ik ben Tanja Thaïn, ik ben chirurg en cosmetisch arts en eigenaar van Skin Surgery Kliniek. En we zitten in Den Haag in Bergzoek. Ik doe botox en fillers, maar ook ooglidcorrecties, faceliften, liposuctie. Dus alles wat een mooie gelaat te maken heeft. De ruimte waar we nu voor in zitten, dat is de spreekkamer. Dus dan doen we gesprekken, maken we foto's. Ik maak 3D-foto's. Ik kan een soort simulatie maken om te laten zien hoe het resultaat ongeveer wordt. Dus dat. Maar je moet realiseren dat als je een cosmetisch ingreep ondergaat, dat als de hechtingen eruit zijn of de pleisters eraf zijn, dat het eigenlijk nog niet klaar is. Dus het moet altijd nog helen, het moet nog genezen. Dus je moet ook de geduld ervoor hebben om te wachten tot alles wellingweg is.
alle blauwe plekken weg zijn en om te kijken hoe het resultaat is. Ik zit nu ongeveer, nu inmiddels alweer 11 jaar in de branche. Of ik zelf al wat cosmetische ingrepen heb gedaan. Ik heb botox, hè, dus ik kan niet goed boos kijken. Het ging voor ons rimpel. Heel klein beetje filler in mijn lippen. Dus dat. Ja. Ja, wat vind ik van plastische chirurgie? Ik vind als jij jezelf daar beter bij voelt, als je jezelf minder onzeker kan maken, dan waarom ook niet? Ik vind het in sommige gevallen ook wel weer te ver gaan. Ik denk, je ziet ook eigenlijk niet meer wie je ooit was. Ik denk dat plastische chirurgie gewoon in extreme gevallen wel helpt, maar in heel veel gevallen eigenlijk totaal niet nodig zou zijn. En ontzettend onnodige dure ingreep is. Maar ja, je moet doen wat je zelf wil natuurlijk. Je moet gewoon je eigen keuzes maken. Maar zorg er wel voor dat je niet teleurgesteld bent in de keuze die je dan hebt gemaakt later. Ik denk dat het een heel mooi vak is als je iemand kunt helpen om je onszelf zeker te maken. Maar voor mij zie ik het wel iets als een hulpmiddel als iemand bijvoorbeeld ernstige brandplekken heeft of verminkt is op die manier eigenlijk. Ik denk ook dat het iets is wat deze wereld soms, dat het toch wel iets slechts kan zijn. Omdat mensen steeds mooier willen zijn, steeds meer willen doen aan hun lichaam. Dat er eigenlijk geen einde is. Ik denk dat het mooist is aan jezelf, dat je jezelf helemaal accepteert. En ja, er kan vast altijd iets mooier, maar dat is ook het gevaarlijke aan deze, dit vak eigenlijk, plastische chirurgie. Ja, er heerst gewoon een taboe op dat je iets aan jezelf wilt veranderen. En dat was toen en dat is volgens mij nu nog steeds wel zo. Dus ik wilde wel zeker weten dat mijn ouders er in ieder geval achter zouden staan. Dat als bijvoorbeeld familie zou vragen van, hey, je hebt iets anders aan jezelf gedaan. Dat ik wel zeker wist dat mijn ouders me konden backuppen. Want ik was toen nog best wel jong toen ik daarmee zat. Dus ik heb het er zeker met mijn ouders over gehad. En het was ook heel erg fijn dat ze in eerste instantie zeiden, dat heb je echt niet nodig. Maar als jij dit echt wil, dan gaan we dit gewoon doen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat je er met mensen over kunt praten. Deze foto valt me sowieso het meest op, omdat dit eigenlijk een directe voor- en nafoto is. Dus links zie je eigenlijk, die heb ik op de dag zelf van tevoren gemaakt. En ik weet nog wel hoe verdrietig en onzeker ik me eigenlijk toen voelde. En als ik dan kijk rechts, dat was net na de fillers in de auto gemaakt. En ik zie gewoon nog aan mijn ogen dat ik hier wel echt veel meer straal. Omdat het me heel een soort van als een opluchting voelde dat ik het erop had zitten. En dat het resultaat was zoals ik heel graag wilde. Dus ja, als ik dit zie, dan word ik hier wederom gewoon heel erg blij van. Mensen zien eigenlijk alleen het perfecte plaatje, zo voor en na, maar de weg ernaartoe niet. Dus het is wel belangrijk om als arts de mensen daarvan bewust te maken dat ze toch wel even moeten herstellen. Het is niet gelijk als je ergens een ingreep laat doen dat je geen littekentjes meer ziet en alles helemaal weer perfect uitziet. En die verwachting moet je managen.
Ja, ik ben zeker gelukkiger nu ik deze ingreep heb gedaan. Omdat hetgene waar ik zo onzeker over was, dat is hiermee gewoon in één klap eigenlijk verholpen. Ja, en ik zie het gewoon dagelijks terug als ik naar mezelf nu kijk in de spiegel. Dan zie ik niet meer wat ik eerst zag. Dus dan het probleem wat in mijn hoofd eigenlijk zo zat, dat is nu weg. Wat ik mensen zou willen meegeven is dat je niet moet streven naar perfectie. Want ik denk gewoon dat perfectie echt niet bestaat. Maar ga wel voor je eigen geluk. Dus als jij denkt dat zo'n ingreep zoals bijvoorbeeld wat ik heb gedaan, dat je gelukkiger maakt. Dan zou ik zeker zeggen, ga daar gewoon voor. Maar ga niet een onrealistisch beeld nastreven. Dat je alles aan jezelf wilt veranderen. Want dat is gewoon, dan is het een soort van never ending story wat gewoon niet haalbaar is. Dus doe gewoon de dingen waar jij denkt dat je gelukkig van wordt. En streven naar perfectie moet je gewoon niet doen. Ha ha ha.